Brainwave, wat kunnen mensen doen en wat houdt het in? Nou, mensen kunnen verschillende dingen doen. Ze kunnen deelnemen aan wedstrijden. En die wedstrijden zijn in drie bekende sporten. Schaken op verschillende manieren. Go, ook in Amstelveen een vrij bekende sport. We hebben hier ook het Go-centrum, zoals jullie misschien weten. Rubik's Cube is een vrij nieuwe sport waarbij men op heel veel verschillende manieren aan de kubussen draait. Dat moet vaak zo snel mogelijk. En daar wordt zelfs het Nederlands kampioenschap kubus draaien, Rubik's Cube, dus gehouden voor het eerst in Amstelveen. Verder zijn er een aantal demonstratiesporten. Ik noem hier superschaak, BAO. Er is een simultaanschaak die gegeven wordt door Robert Ris. En dat is eigenlijk wel de hoofdmoot. En het is dus zo dat mensen kunnen spelen, kunnen wat leren bij de demonstraties. En je kunt ook kijken, want een aantal sporten, bijvoorbeeld als je wat van schaken weet, is het heel leuk om naar toppers te kijken die er ook komen. En dat kubus draaien is eigenlijk, zou ik van willen zeggen, als je daarnaar kijkt, weet je niet wat je ziet. Wat is de locatie van dit evenement? De locatie is het Keizer Karel College in Amstelveen. De straat heet Elegast, een zijstraat van de Oude Kerkelaan. Om 9:30 beginnen de eerste wedstrijden, Rubik's Cube. Dan is iedereen die dat wil al welkom. Maar ik denk dat vanaf 12:00 het evenement op volle toeren draait. Want dan zijn alle sporten bezig en dan kun je dus van het een naar het ander gaan. En je kunt ook zelfs nog in een hele goede, gezonde kantine terecht als je even wilt ontspannen. Hoeveel deelnemers kunnen er meedoen? In totaal kunnen er ongeveer, ik verwacht tussen de 200 en 250 deelnemers. Waarbij alleen het Rubik's Cube tot een maximum van 60 beperkt is, wat al bijna behaald is. Nou, wat we elk jaar doen is dat we eigenlijk twee groepen hebben. Verdeeld in sterkte. En iedereen speelt 7 rondes. En als je wint, moet je weer tegen iemand die wint. Als je verliest, speel je tegen iemand die ook heeft verloren. En op die manier krijg je dus de hele tijd mensen van je eigen niveau ongeveer. En 7 rondes met 20 minuten bedenktijd per persoon, per partij. Dus de partij kan 40 minuten duren. Ja, dan heb je nog genoeg tijd om na te denken, maar je moet ook snel een beslissing nemen. En dat maakt het denk ik ook spectaculair voor de toeschouwers. In het verleden hebben verschillende grootmeesters, dus dat is eigenlijk de hoogste titel die je kan halen in het schaken, die hebben ook meegedaan. Onder andere Nederlands kampioenen. Ik heb zelf ook een keer het toernooi gewonnen en toen ik dat toernooi heb gewonnen heb ik besloten om het zelf een keer te organiseren. En er komen sterke spelers op af, maar het betekent niet alleen dat alleen sterke spelers mee kunnen doen, maar ook mensen van alle niveaus die zijn welkom. En ook voor de kinderen hebben we een speciaal jeugdtoernooi.